Tussen de 10 en 12 jaar nodig om opgericht te worden. Vanaf het moment van het plan totdat het werkelijk klaar is. Dit museum heeft het geloof ik in 12 maanden gedaan. Dus dat is heel bijzonder. Wat ik ook heel bijzonder vind is hoe duidelijk de missie van dit museum is. Het verhaal wat hier verteld wordt is het verhaal van Afrika. Afrika, een continent wat eigenlijk schromelijk onderschat wordt. Daar is de mensheid ontstaan. Daar hebben we hele hoge cultuur gehad. En in Afrika is in het recente verleden en ook tegenwoordig een heleboel pijn geweest. Het tempo duro, die Black Holocaust, wanneer ik wil worden jammer. An object cannot lie. So if you study the object, you will find out, you should find out the motivation behind the object and thus the human behavior. That's why this museum is so important, because as you go through it, you will uncover human behavior and you won't make the same mistakes. Geschiedkundigen laten de slavenhandel van Afrika naar de Verenigde Staten beginnen omstreeks 1441. Het was in 1441 toen Henrique de Navigator, koning van Portugal, opdracht gaf aan zijn zeelieden om de kust van Afrika te verkennen. Hij hoopte te vinden goud uit het land, uit Goudkust. Een grote hoeveelheid goud was Europa binnengekomen via de handel met de Berbers. Er waren ook al handelsposten van de Berbers met de Venetianen. En via de Venetianen waren de zogenaamde Moren als slaven, vooral als huisbedienden, bekend in Europa. Echter, het kopen van een Moorse huisbediende kostte een astronomisch bedrag. Dus toen de handelslieden van Henrique de Navigator in 1441 aankwamen in de Bight van Benin en aan de Goudkust, kregen zij tot hun verbazing geen goud voorgeschoteld, maar zwart goud, namelijk slaven. Ze kregen van de koning van Benin 14 slaven om cadeau te geven aan hun koning in Portugal. De koning in Portugal was nogal verbaasd, wist niet precies wat hij met de mensen moest doen en gaf ze op zijn beurt weer cadeau aan de paus. De paus was geschokt. Een van zijn grote sponsors was de stad van Venetië en nu was de handel van de stad van Venetië plotseling ondergraven door een Portugese concurrent. Er gebeurde dus ongeveer 50 jaar lang niets. Het was pas omstreeks 1495 toen de Spanjaarden, toen Columbus het Caribisch gebied en de Amerika's ontdekten, of herontdekten moeten we eigenlijk zeggen. En nog een beetje later toen de Spanjaarden begonnen met de suikerplantages hier in het Caribisch gebied en in Brazilië. De suikerplantages hadden heel veel arbeidskrachten nodig. Het vinden van die arbeidskrachten was niet eenvoudig, want er was niet een regelmatige passagiersdienst uit Europa naar Amerika. Men heeft toen geprobeerd met arbeidskrachten, lokale arbeidskrachten,
van de Carib-Indianen de leemtes te vullen. Niet een eenvoudige opgave. De Carib-Indianen waren vissers en jagers van hun beroep, zouden we maar zeggen. Dat was hun grootste bron van inkomsten. En ze waren niet gewend aan de grove werkmethodes op de plantages. Bovendien waren ze niet bestand tegen de ziektes die de Spanjaarden binnenbrachten. De Spanjaarden brachten vooral binnen verkoudheid, griep en, niet te vergeten, syfilis. Er was toch blijkbaar in het geniep heel veel seksueel contact. Dus een grote hoeveelheid Indianen stierven van griep en van syfilis. Na verloop van ongeveer 10 jaar, in 1508, waren ruim 200.000 Indianen gestorven. Dan wel door ziektes, dan wel doordat ze waren uitgemoord. Het was omstreeks die datum dat de koning en de koningin van Spanje besloten om de nieuwe landen, de nieuwe koloniën te voorzien van arbeidskrachten uit Afrika. Dus er werd toestemming gegeven nadat er een deal was gemaakt met de paus om Afrikaanse arbeidskrachten uit de westkust van Afrika te vervoeren naar Noord- en Zuid-Amerika. Het was dus omstreeks 1508, 1509 dat de grote handel begon. Aanvankelijk was de grote handel niet zo vreselijk groot. Het duurde ruim 10 jaar voordat het op maximale kracht kwam. Voor een heleboel landen, speciaal voor Nederland, was het een enorme bron van inkomsten. Ongeveer 75% van alle handel en alle arbeidskrachten in Amsterdam waren direct of indirect verbonden met de slavenhandel. De grote onderneming die het deed was de West-Indische Compagnie. En de grote aandeelhouder van de West-Indische Compagnie was Michiel Adriaensz van de Ruyter en de Oranje familie. Het was Willem van Oranje II, prins Maurits en prins Hendrik die enorme vermogens hebben verdiend aan de slavenhandel. De vermogens die zij daarmee verdienden gaf hun de mogelijkheid om huurlegers in te huren om uiteindelijk de slag tegen de Spanjaarden, de 80-jarige oorlog, te winnen en zo hun gebieden in de Nederlanden veilig te stellen tegen Spaanse overheersing. Het was echter niet helemaal mogelijk om onder de Nederlandse vlag of onder de Amsterdamse vlag
de handel te voeren. Er waren nogal wat Calvinisten en nogal wat protestanten die het niet zinnig en zinnelijk vonden om in mensen te handelen. Dus de Oranjes hebben toen, net zoals nu, schepen wel eens onder andere vlag varen. Zij zijn toen gaan varen onder de vlag van Brandenburg. Immers, zij waren ook groothertog van Brandenburg. Het was vooral het beroemde schip, de Jezus van Lübeck, die heel veel tochten heeft uitgevoerd. De handel van Afrika naar Amerika was een bloedige handel. Het was niet een handel in grote stoere negers, zoals Hollywood ons wil laten geloven. Het was een handel vooral in jongetjes en meisjes tussen de 12 en de 14 jaar. Die kinderen waren nog makkelijk te knechten. Ze hadden geen grote kracht in hun spieren. Ze konden makkelijk op elkaar worden gestouwd in een scheepsruim zoals wij hier nu in een scheepsruim zitten. In deze kleine ruimte zaten ongeveer 100 kinderen op elkaar gestapeld voor een periode van 10 weken. Kinderen zaten in ruimtes zoals deze voor een lange periode als theelepeltjes in elkaar. Er was geen ruimte om te gaan liggen, men kon alleen in elkaar zitten. Men kon niet bewegen, want men zat vast aan boeien, zoals hier op de grond liggen, en kettingen. Men was naakt, er was geen toilet, men zat in elkaars uitwerpselen. Een groot deel van de kinderen overleden. Meestal tussen de 30 en soms wel 40%. Daar hielden de slavenhandelaren rekening mee door meer mensen in het ruim te stuwen en te duwen dan eigenlijk mogelijk was. Er is bekend dat sommige schepen in plaats van 400 ruim 600 mensen hebben vervoerd. De overtocht van 10 weken was een vreselijke tijd. Er werd weinig gelucht. Soms een klein beetje net voor aankomst en dan moest men een beetje dansen aan dek, zoals wel werd gezegd. En daar komt het idee vandaan dat Afrikanen altijd dansen, want het zou in hun bloed zitten. Dit is natuurlijk onzin. Men heeft met zwepen de mensen gedwongen te springen en te huppelen. Vaak werden de kinderen misbruikt op allerlei vreselijke seksuele manieren. De scheepsofficieren hebben altijd allemaal de jonge meisjes genomen en verkracht, want een meisje in verwachting bracht nu eenmaal meer geld op dan een meisje dat niet in verwachting was. En bovendien was een halfbloed dan ook altijd weer meer waardevol dan een puur zwarte arbeidskracht. Bij aankomst was, zoals ik al zei, ongeveer 30% overleden. De overledenen waren meestal, net voordat ze dood zouden gaan, als ze te zwak waren, werden ze overboord gegooid en verdronk ze aan de verdrinkingsdood. Men deed dat omdat de verzekeringsmaatschappijen alleen maar verdrinkingsdood uitbetaalden. Natuurlijke dood werd niet uitbetaald. Dus als men iemand zag die te zwak werd, mikte men ze overboord. Ja.
Het op de harde planken zitten voor 10 weken gaf natuurlijk grote drukzweren. De mensen kwamen eruit in vreselijke conditie, ook al omdat als sederingsmiddel het onthouden van water gebruikt werd. De mensen, de kinderen, waren meestal zo zwak dat ze niet konden lopen. Het gevolg was dat zodra ze hier aan het land kwamen op Curaçao, het een lange tijd duurde voordat ze weer een beetje op krachten waren. De gemiddelde periode van verblijf op Curaçao was tussen de 3 en 4 jaar. Dus veel langer dan vaak door Hollywood wordt gesuggereerd. Tijdens die periode van 3 tot 4 jaar deed men pogingen op de scheepswerven waar de gevangenen zaten om de mensen te verwestelijken. Men probeerde ze een vak te leren als timmerman of als landbouwer of wat dan ook. En men probeerde ze wat taal bij te brengen. Immers, de Amerikanen en de Brazilianen kochten nooit ongeschoolde arbeiders. De grote voorkeur ging uit naar geschoolde arbeiders. Bovendien was dat ook de grote vetpot, de grote winst. Immers, een slaaf werd ingekocht van ongeveer 2 gulden. Er moest een dooprecht betaald worden aan de paus van ongeveer ook 2 gulden. Dan het transport kostte meestal 4 tot 5 gulden. Dus tegen de tijd dat een slaaf aankwam hier op Curaçao was zijn kostprijs ongeveer 10 gulden. Miguel Trasientos, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Guachi, guachi. ¿Cómo se llama? ¡Francia, Juan! ¡Juan, huele la papá! Negro Bernardo. Bernardo. ¡Gente, soy yo! ¡Aquí tenemos Na 3 of 4 jaar training werd een jongeman tussen de 14 en de 18 jaar graag verkocht voor prijzen tussen de 1000 en de 4000 dollar. Dat waren enorme winsten. De enorme winsten die hier gemaakt zijn op Curaçao waren groter dan alle winsten bij elkaar van alle Nederlandse handelsposten door de wereld. Dat geeft een idee hoe het mogelijk was om zo'n fantastische stad als we nu hebben, Willemstad, te bouwen in die periode. De behandeling van de slaven was over het algemeen niet zo slecht. Immers, de eigenaren hadden daar veel geld voor betaald. En het was een investering, dus die investering moest rendement opbrengen in de vorm van werk, maar ook in de vorm van nageslacht. De financiering van slaven was niet eenvoudig. Vaak nam men een hypotheek. Een mens kon een onderpand zijn voor een geldlening bij de bank. En als de onderneming failliet ging, werden de mensen ook weer gewoon geveild alsof het een ding was en zoals we nu nog steeds huizen en goederen veilen. Zelfs in 1853, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij, werd hier op het eiland Curaçao nog geveild en werden mensen via advertenties aangeboden te koop als bijvoorbeeld 30 slaven van meneer Enriquez en andere voorwerpen, zoals we in een krantenbericht lezen van 1853 van de Curaçaose Courant. Thank you.
Het was tijdens de 18e en de 19e eeuw dat er een filosofische beweging ontstond die we noemen de verlichting. Het waren filosofen zoals Voltaire en Diderot, Rousseau, die bedachten dat de mens eigen waarde had. Niet zomaar een mens, maar iedere mens. De man, de vrouw en het kind. Als het ware, de mens werd uitgevonden zoals we die kennen vandaag. Natuurlijk paste binnen dat beeld niet de mensenhandel, de slavenhandel. Het was Voltaire die dan ook geschreven heeft in zijn boek Candide, in zijn toneelspel Candide, over de wantoestanden van de behandeling van de slaven in Suriname. De verlichting heeft ertoe geleid dat gaandeweg de slavernij overal is afgeschaft. Echter, het was niet alleen een kwestie van moraliteit, het was ook een kwestie van economie. De grote verdiensten zijn gemaakt aan de suikerplantages en toen de bietsuiker is uitgevonden, was de suikerplantage niet meer nodig. Bovendien was ondertussen de industriële revolutie in Engeland en in Europa ontstaan en er was een heel nieuw proletariaat ontstaan, waardoor zwarte slaven in het Caribisch en Amerikaans gebied overbodig werden. In de Verenigde Staten werd de slavernij afgeschaft in Pennsylvania in 1780. Dat leidde uiteindelijk tot de burgeroorlog in 1863 heeft Abraham Lincoln de proclamation van afschaffing afgekondigd en naar aanleiding daarvan zijn vele staten gevolgd. En als laatste was Brazilië in 1895 de staat die slavernij afschafte. Echter, slavernij bestaat nog steeds. Een land als Mauritanië heeft pas in 1982 de akte van afschaffing van slavernij getekend en heeft daarbij een overgangsperiode bedwongen van ruim 20 jaar. Volgens UNESCO zijn er vorig jaar in Afrika nog 200.000 slaven verhandeld. Ik heb zelf mogen zien de slaven, de Bella-slaven van de Touareg, die nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden leven en worden verhandeld op markten en worden vervoerd op afgrijzelijke wijze, alsof het vee is, alsof we leven in een periode van 200-300 jaar geleden, worden deze mensen totaal misbruikt. Helaas doen we net of ons neus bloedt. We doen er niets aan. En daarom zijn wij vandaag ook nog steeds schuldig aan de slavenhandel. Wij allemaal.